Maar die bovenbuurman is heel hypocriet. Maar die jonge man die rijdt in de Mercedes. Dat is een student. Student in de Mercedes? Ja, dat een denk Mercedes ik. Busje waarschijnlijk. Ja, hij werkt ook, dus het zou wel kunnen. Nee, een gewone Mercedes. Een gewone Mercedes. En die zet hij hier bij ons voor de deur. Waar? Hier voor de winkel. Ja, kunt u en het even buurman, laten zien waar dat is? En mijn buurman van het postkantoor, die heeft hem al meerdere malen verzocht om die auto hier achter neer te zetten, want er is plaats genoeg. Maar we hebben heel weinig parkeerruimte en als het druk is, zijn we gek met elke parkeerplaats. Kijk, die auto, die pick-up, daar staat normaal op die plek, staat daar een Mercedes. Daar rijdt die student altijd in, maar vandaag is die met die pick-up, zijn naam staat erop, ooms, ik denk dat het van zijn vader is. Dus die pick-up die is van zijn vader? Denk ik weet het niet, vermoed ik. Ik ken die jongen dus niet, dus ik kan het niet zeggen. Maar normaal staat er op die plek een Mercedes en je ziet het. Het is vanmorgen uitzonderlijk stil omdat het na Koninginnedag is. Maar normaal hebben we elke parkeerplaats nodig die wij hier in het winkelcentrum hebben. En als daar iemand een hele dag een auto neerzet, daar erg ik me aan. Dus ik fluit stiekem door. Maar de klanten hun auto's willen parkeren. Daar staat u hele dagen een parkeerplek in te nemen. Ja. Weet u dat de winkeliers daar erg ontevreden over zijn? Ja, dat weet ik. Ze hebben een brief onder mijn voorruit gedaan. Ze hebben een brief onder uw voorruit gedaan? Ja. Heeft u dat hier, die brief? Nee, die heb ik niet, nee. Wat dat stond was al een tijd geleden. Wat stond erop? Of ik, werd mij vriendelijk verzocht of ik mijn auto aan de achterkant van dit pand wou parkeren in verband met de klanten die hier willen parkeren. Ja. Om een boodschap te kunnen doen of wat dan ook. En doet u dat dan ook? Nee, dat doe ik niet, nee. Dat doet u niet? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat die parkeerhavens voor iedereen zijn, voor algemeen gebruik. En ik woon hier, dus ik vind ook dat ik daar gewoon mag parkeren. Als hij de auto nou naar de andere kant zet, hierachter is ruimte genoeg, dan wil ik misschien wel in rekening houden met fluiten. Maar voor wat hoort wat. Kunt u dat? Kunt u dan het fluiten inhouden? Nou, dat probeer ik. Het is maar voor 8 weken, dus er zijn al 3 weken om. Dus, voor 8 weken? Waarom voor 8 weken? Dat weet ik niet. Je zou niet zijn studie wel te houden. Oh, dat stond in die stond brief, in dat briefje. Ja, ja. Dus dat zou u wel lukken? Ja, dat zou wel lukken, ja. Maar hij moet er wel wat voor terug doen? Hij moet er wat voor terug doen. Niks voor niks? Niks voor niks. Dus hij wil een deal sluiten eigenlijk. Ja, voor dus wat, hoort wat. Hij valt over te praten natuurlijk. Ja? Ja. U heeft hem wel eens eerder ontmoet, nee. Buurman? Nee, ik heb hem gezien niet ontmoet. Goedemiddag. Goedemiddag. Is die man er ook of niet? Meneer de eigenaar van de zaak? Nee, die is net hier beneden eten. Oh, nou, dan missen we dat. Ja. Die komt pas tegen 1:30, pas voor 2 terug. Eerder niet. Wat doen wij? Terugkomen? Ja, laten we maar doen, ja. Ja, toch? Goed. Ja, u was... Goeiedag, nog niet weg? U was even weg. Ik was eten. Ja, en toen kwam net uw buurman even langs. Oh, en toen? Ja, toen kon hij niet zeggen wat hij wilde te zeggen, omdat u er niet was. Oh. Maar nu zal ik hem even ophalen. Nou, dat is goed. Ja? Haal hem maar even op. Oké. Oké. Hallo. Hij is er nu. Hij is er? Ja. Mooi, gaan we even kijken. Ja. Je bent meneer Ooms. Ja, dat klopt. Loop maar even mee naar boven. Die zit lekker. Dat weet je zeker van, hè? Oh. Laten we zitten. Ik heb die meneer nog niet eerder gezien, hoor. Ik ken hem niet. Ik heb hem wel eerder gezien, ja. Ja. Ik weet wie het is natuurlijk. Ja. Ja. Maar dit is de eerste ontmoeting eigenlijk. Ja, klopt. Dit is persoonlijk ontmoeting. Ja.
Meneer wil geloof ik wat zeggen. Ja, zeg het maar. Oh, ik dacht dat u wat wil zeggen. Ik wil niks zeggen. Wat moet ik zeggen? Nou, u weet waar het probleem zit. Dat zit hem in uw gefluit. Ja. En ik moet zeggen, nadat ik mijn briefje aan u onder de deur geschoven heb, is het al een stuk minder geworden. Dus ik weet niet of dat bewust of onbewust is. Heeft u zich een beetje ingehouden? Misschien wel, ik weet het niet. Ja. Maar ik begrijp nu dat u een probleem heeft met mijn parkeren. Nou, een probleem. Ik bedoel maar zo, je zegt dus tegen mij, ik heb last van je fluit. Ja. Maar mijn buurman van het postkantoor, we hebben heel weinig parkeerruimte hier. Ja. En je zet daar die auto al neer. Dat is openbare weg. We kunnen je niks verbieden om die auto daar neer te zetten. Nee. Ons personeel zet de auto altijd achter neer. We proberen zoveel mogelijk. Maar die auto staat daar soms dagen. En voor ons is zo'n parkeerplaats van levensbelang. Als hij dat als overlast ziet, dan is dat inderdaad overlast voor hem. Ja. Dat is dat gefluit van mij. Want u zag wel een compromis in het verschiet, hè? Nou, ik zeg, als hij een beetje meewerkt en die auto erachter neerzet, dat wij wat meer parkeerruimte hebben, omdat we gek zijn met elke parkeerplaats. Ja, zal ik proberen om wat minder te fluiten? Ja, ja. Maar valt niet meer, want ik weet zelf niet eens dat ik fluit. Nee. Nee. Dus de meneer is wel bereid tot een compromis. Oh, dat klinkt goed. Als hij nou in ieder geval begint om de deuren dicht te houden van zijn winkel en van zijn magazijn. Ja. En eventueel de algemene tussendoor. Ja. Ik denk dat een stuk minder is. Dus een enkele keer dat ik nog een auto tot mijn beschikking heb, zal ik hem ergens anders neerzetten. Als er mogelijkheid toe bestaat. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Ik zou proberen om wat minder te fluiten. Ja. Ik heb nog iets wat ik meneer aan moet bieden. Oh, wat? Ik denk dat dit een heel goed medicijn is. Oh. Dit is een... kauwgom. Dit is een pakje kauwgom. Zo'n 3 pakjes kauwgom. Ik hoop dat hij daar de aantal weken mee vol kan houden. Tegen het fluiten? Tegen het fluiten, ja. Want met kauwgom, ik kan ook fluiten met de kauwgom, hoor. Oh, ja, geen probleem.